Het Korps Brandweer Suriname, KBS, is uit het functieinformatiesysteem van de overheid FISO gestapt. De resolutie voor de nieuwe bezoldigingsreeks is deze week gepubliceerd. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft tijdens een ontmoeting afgelopen maandag de bond van KBS toegezegd alles eraan te zullen doen dat het personeel in september over de nieuwe lonen kan beschikken. Minister Somohardjo heeft de bond gevraagd de eerste 9 maanden rekening te houden met de financiële druk op de staat. Hij verzekert het bestuur dat de KBS-leden zullen krijgen waar ze recht op hebben. Echter vroeg hij de bond rekening te houden met de TWK. De bond gaf aan dat het KBS met enkele knelpunten zit. Zo worden zaken vanuit de brandweer vaker op de lange baan geschoven. Daarnaast zegt de bond dat het behandelen van bevorderingsstukken lang op zich laat wachten. Minister Somohardjo beloofde dat deze knelpunten in een vervolggesprek aan de orde zullen komen. De uitkering van de TWK zal ook onderdeel zijn van dit gesprek. Zowel de minister als de bond streven naar een goede samenwerking.